is dit? Uit die wagen rij je heen. Zou er maar in staan, Esther? Het houdt niet op. Nee, niet vanzelf. Het houdt niet op. Kan ik je toch al gewaarschuwd om deze video niet te kijken? It's number one. No coaster is too fast for him. No freefall is too high for him. No troll right is too intense for him. This is him. Ruben Koet, the white specialist. Yo lieve mensen, welkom weer bij een nieuwe video hier op Extreme Rides. Waarschijnlijk als jullie naar buiten kijken is het kloot. Maar hier schijnt nog prachtig de zon, want het is namelijk nog hoog zomer. We staan bij Park Asterix en hier wordt vanavond vuurwerk afgestoken. Dus nadat we even hier zijn, gaan we een vuurwerkshowtje bekijken. En Tondere de Zeus is aangepakt, dat is Tondere de Zeus 2 geworden. Het is geretracked en je kunt achteruit. Dus ik hoop dat ik vandaag een keertje achteruit kan. Nou ja, Esther wilde zo graag naar vuurwerk kijken. Ja. Die had dit als idee, hoog zomer naar een pretpark. Nou, dit is nou de reden waarom ik nooit hoog zomer pretpark staan. Jeetje, wat een drukte mensen. Esther dacht slim te zijn, koop die kaart online, hoef je niet in de wachtrij te gaan staan. Nee, niet in de wachtrij voor de kassa. Nee, we hebben over deze wachtrij. En dit, lieve mensen, wordt ons speelterrein voor vandaag. Je kan ook zo'n blauw-witte broek aantrekken, hè? Dan kun je gewoon met mij uit de foto. Ja, dat is waar. Kijk, zo gaat dat en dan heb je gewonnen. En dan loop je de hele dag met zo'n stom beest door het park heen. Dat doen ze expres, hè. S'morgens geven ze die prijzen allemaal weg. Als je kunt dat beïnvloeden, het spelletje, als exploitant kun je gewoon zeggen, nou, die kan je laten winnen, die niet laten winnen. Dus dan ziet iedereen, hé, we winnen. En vervolgens, middags willen andere mensen het spelen, want die willen ook zo'n beer winnen. Einde van de dag kun je hem mee naar huis nemen en dan win je niks. Zo werkt het in een pretpark. Je wordt opgelicht waar je bij staat. Het ging even anders dan gedacht. Ik denk, kom hier aan. Bij je foto's kopen betaal je gewoon 8 euro. Dan mag je namelijk achteruit in Tonderen de Zeus. Dan moet je 8 euro voor betalen. Maar je moet je helemaal aanmelden bij hun app. En dan moet je online reserveren. En dan krijg je dus via de mail krijg je dan tickets. Dus als je hier naartoe gaat en je wil een keertje achteruit. En het is druk als vandaag. En je wil zeker zijn dat je achteruit kan. Doe het even van tevoren thuis of in de auto op weg hier naartoe. En niet zoals ik op het laatste moment. 16 euro dus. En dan ben je zeker een creditcard nodig. Dat weet ik niet. Mastercard. Dat kan dus niet. Zoals jullie weten ben ik een kermisfan in hart en nieren, maar ik kom ook heel graag in het pretpark. En ik vind dat wel een beetje jammer dat er onder de fans een beetje een strijd is tussen kermis en pretpark. Wat dan beter is en wat dan veiliger is en wat dan goedkoper is. Heel vaak zeggen die pretparkers van ja, kermis is duur. Je kunt beter naar een pretpark gaan, want dan heb je meer waar voor je geld. Nou mensen, kijk even. En dat is op dit moment dus al 50 minuten. Bij Tondere de Zeus staat al een wachtrij van 80 minuten. Het park is open van 10 tot 10. Dat is een vrij lange openingstijd. Maar als je per attractie gemiddeld dus een uur moet wachten, kun je 10 attracties op een dag doen voor 55 euro. Ondertussen, wat is Esther aan het doen? Jij denkt, ik ga even zitten. Goed dan, ga even lekker zitten. Ja, schrok je dood. Oh. Ja, negeer die dan maar even. Maar dat betekent dat je ongeveer 5 euro per rit betaalt hier in het park. En dan ben je 10 uur onderweg. Dan moet je ook nog parkeerkosten betalen, 15 euro. Je moet je eten en drinken. Moet je ook een uur op wachten voordat je eten en drinken hebt, want daar is het ook druk. Dus die 10, ja, die 10 ritjes op een dag red je niet eens. Ik denk dat je misschien 8, 9 ritjes op een dag redt. Dan gaat de ritprijs meer omhoog. Is dan kermis duurder? Nee, want kermis komt naar je toe. Je betaalt ongeveer 5 euro per ronde en je hoeft niet met het hele gezin erin, hè. Maar dan zeg je, ja, dat is 20 euro voor een gemiddeld gezin. Ja, dat is hier natuurlijk ook, hè. 4x55 is ook 220 euro. En op de kermis kun je zeggen, nou, mama durft er niet in. En dat gebeurt hier ook, hè. Mama durft niet in alle achtbanen. Die blijft even buiten de wachtrij wachten. Ook niet gezellig. Sta je met je kinderen een uur in de wachtrij en moeder zit voor de wachtrij. Tips voor die mensen, ga mee de wachtrij in. Als moeder of vader iets durft er niet in, stap door. Als je de attractie ingaat, stap meteen door naar de uitgang. Heb je toch met z'n allen gezellig gewacht. Is toch wat ja, socialer dan als je hier alleen op een bank gaat zitten, uur alleen gaat zitten wachten tot de rest eruit komt. Ondertussen groeit je wachtrij verder en verder en verder. En mensen sluiten gewoon aan, bijzonder vind ik het. Ja, wij gaan in elk geval niet meer aansluiten. Ik ga iets doen wat ik normaal nooit zou doen. Ja, Walibi wel, maar in principe ben ik er best wel tegen. Want rijkere mensen halen meer uit een pretpark dan armere mensen, maar wij gaan betalen om de wachtrijen te skippen. Is het fair? Ik vind het wel niet, maar ik doe er wel van mee vandaag.
ik vind het ver. Kijk, want die wachtrij is verder en verder gegroeid weer. Maar eigenlijk gaan wij betalen om voor deze mensen voor te dringen. En die moeten dan nog langer wachten tot zij aan de beurt zijn. In een democratische wereld waar wij in leven, waar iedereen gelijk zou moeten zijn, zou het eigenlijk niet mogen. Maar fuck de democratie. We gaan even betalen, we gaan voordringen. Die mensen daar aan die wachtrij doen onderhand meer dan wij. Je loopt 2 uur te klagen. En of het park nog niet vol genoeg is, er worden nog meer mensen toegelaten. Wat een ironie, hè? Dan wil je de wachtrij skippen en dan moet je er steeds in de wachtrij gaan staan. Ja, voor een kaartje voor de wachtrij. Leuk met jou aan een attractiepark, Ruben. Ja, jij wilde in het hoogseizoen. Volgende keer vrijdag gewoon weer in de rolstoel. Ze zijn dus uitverkocht. We hebben even lekker zitten zaniken hier, lekker langdurig. Nou, dit is allemaal niet meer te koop. Wat we wel hebben is dus, ja, per attractie kun je kopen. Dus gaan we per attractie doen. Alleen Goudrijk is uitverkocht voor vandaag. Het park breekt dus echt gewoon uit zijn voegen. Zo druk is het. Je ziet het ook op de paden. Het is gewoon niet normaal druk. Kunnen we toch 4 attracties even de line skippen, zullen we maar zeggen. De waterattracties doen we niet. Als we erin willen, kunnen we misschien later nog een keertje in de wachtrij gaan staan voor 50 minuten of zo. Maar ja, het is gewoon niet te doen. In het hoogseizoen moet je echt gewoon niet naar een pretpark gaan. Kun je beter naar de kermis gaan. Veel gezelliger, geen wachtrij. Je betaalt 5 euro, want we betalen nu ook 8 euro voor een rondje. Dus een pretpark echt niet goedkoper, mensen. Ja, wat is het? Wat een zeik, hè. Wat een zeik. Wat een gezeik. Leuk met jou. Nou, goed. Volgende keer ga je mij in een rolstoel. Ja, ja. Net als de laatste keer, ja. Het was een stuk makkelijker geweest voor hun om 2 keer die Unlimited te verkopen. Dat was 95 euro, waren we klaar geweest. Ieder 95 euro. Maar die was uitverkocht. We hebben er een beetje op zitten drukken. Ook gevraagd om geld terug. Ik zeg, ja, het heeft geen zin om nu het park in te gaan. Want het is, ja, 80 minuten voor de Tonnen van de Zus op dit moment. Kun je 3 attracties doen? Ben je wel tot 10 uur open? Ben ik in om met 3 attracties doen? Nee, ik liever mijn geld terug, kom ik een andere keer terug. Ja, daar gingen ze niet mee akkoord. Een beetje die druk opvoeren, tot kijken hoe ver we kunnen komen. Brutale mensen hebben de halve wereld mensen. Uiteindelijk hebben we dus per stuk nog kunnen kopen een aantal attracties. We hebben dus 4 gekocht. Osiris. Tonnerre de Zeus achteruit wilde ik sowieso doen, moest je sowieso voor betalen. Goudrix kon helaas niet. Heb je het uitverkocht? Ja, wel Pegasus Express, die wilde Esther heel graag doen en de Bobbaan. Die kunnen gewoon vandaag inleveren wanneer we willen. We betalen dus daarvoor 64 euro extra. We konden ook nog wel die waterbanen doen, maar ja, ik ben niet zo van de waterbanen zoals jullie weten. Zeker niet als je er nog extra voor moet betalen. Ze dus doen alleen even die 8 baantjes en dan de rest, ja. Maar je moet, eigenlijk moet je dus met de Visa betalen via de app. Ja, met de creditcard, ja. Met de creditcard. En die hebben we dus niet mee. Nee. Dus nu heeft de manager voor ons een uitzondering gemaakt dat we dus cash konden betalen. Wat zei je? Nou, we zijn gewoon die klagende mensen. Ja. En dan gaan ze toch zoeken naar een oplossing. Ja. Ja, maar dat is wel. Brutale mensen hebben de halve wereld. Maar qua tijd dat ze beter 2 van die 95 kunnen verkopen. Dat denk ik ook, maar goed. Het zijn toch 4 attracties gemiddeld. Een uurtje is toch 4 uren die je nu bespaart. We moeten maar ondergaan. We starten even bij de Meta. Dus de rest kunnen toch voordringen. En hier is de wachtrij in 45 minuten. Hoeveel? 45 minuten. 45 minuten? Maar ik zat net te kijken naar die ongelimiteerd. Hè. Daar zit deze attractie niet bij. Hè. Er zitten alleen maar de grote 8-banen bij. De waterbanen zitten erbij. Maar deze attractie zit er bijvoorbeeld ook al niet bij. Dus dan betaal je 45 euro extra om 1 keer alles te doen. Maar dan kun je deze attractie ook gewoon niet doen voor 45 euro extra. Dus uiteindelijk is het ook wel heel erg duur om dat te doen. Maar ja, wat ik zeg. Hele rijke mensen halen wel meer uit hun pretparkdagje dan armere mensen zoals ik. Wat is te fijner dan de kermis? Hij is gemaakt voor jong en oud. Wat is te fijner dan de kermis? Gaan we dan maar lopen, mama. Iedereen krijgt zo'n dood. Ah, dat was ook fijn. We gingen hierin voor de voorshows. Zijn de voorshows vandaag dicht? En waarom? Geen idee, want corona is voorbij. Nou ja, dan doen we alleen het hoofdshowtje maar, hè. Ik heb er ook niks aan doen. Sorry hoor, dit is gewoon echt ontzettend slecht. Kijk, met corona kon ik er begrip voor hebben dat je dan die voorshows afsluit en niet gebruikt. Maar nu, corona is voorbij. Het is min het hoogseizoen, we betalen ontzettend veel geld hiervoor. En de helft van die attractie doet het niet eens. Ja, ik vind het echt slecht. Je merkt het al, dit wordt een dagje waar ik me echt aan alles ga irriteren. Volgens de app was de wachttijd een half uurtje, dus we duiken er nog even in. We hebben nog een heel klein stukje. Rennen. Ja, te laat. Hallo! Ja, zit er maar. Ah, hij stopte net op tijd. Ah, jongens, dat was toch een vlog geweest als ik erin gevallen was. Let's go, my friend! Let's go! Yes! Yeah! Yeah!
Nou, nou, gelukkig heb je niet extra voor betaald. Dat er wel. Poot die blijven. Oh my days. Ik heb een pomp zijn gehad. Ga niet nog. Ja, hij komt er. Oh. Ah. Ja, dan komt hij, Esther. Nee. What the fuck is dit? What the fuck is dit, hé? Hey? De grootrodder wordt in de maal uit. Fijn nacht! Zou jij er eens even in gooien? Dat ja, moet je zien, joh! Dat moet je! Dat moet je zien! Ik kan er net zo goed in gaan springen, dat maakt ook niet meer uit! Stom, is dat niet normaal, joh! Lekker hoor! Zin er stom te lachen, joh! Ja, joh, ik ken er ook wel bij, maakt ook niks meer uit, kom maar! Wat een dag, mensen, wat een dag! Park Asterix, nooit meer om te vergeten! Jeetje! I'm walk on water, to be with you, walk on water. Mijn hele schoenen zijn gewoon zeiknat, ik loop gewoon echt op water. Papier is toch zo'n fijne uitvinding, hè? Daar zit je met dat ding te hannesen, doe dat ding het weer niet. Dat betekent dat we 10 meter naar beneden vallen hier. Ja, echt. Ja, zeker. Dat was het. Zo, worden we aan de spoor gezet. En dan zijn we weer terug. Wat een techniek, joh. Ja, mooi, hè? Ja, echt. Ideale uitvinding, dan kun je verder kant op. Dan zijn we terug in het stationnetje. Wat een gezeik weer, echt. Nou, dan sta je boven klaar met je telefoon, moet je het scannen. Dan moet je op een paar knoppen drukken via die app, die fantastische app van ze. Werkt het natuurlijk weer niet. Als je nou een simpel papiertje uitdraait, gewoon een ticket meegeeft, kun je die scannen, kun je hem daarna weggooien, dat werkt gewoon, weet je. Maar ja, dit moet allemaal digitaal. Ik heb geen idee waarom niet werkte, want als je dan zeg maar verkocht, dan moet je valideren. Druk je op valideren, krijg je een code, die scant hij dan. Slechte internetverbinding, app die waar, ik heb geen idee. Maar de operator die nam wel de juiste beslissing, ga gewoon maar door. Volk wegdraaien, dat moet je op zo'n dag als vandaag, zoveel mogelijk volk wegdraaien. Geen discussie houden met de mensen, heb je wel of niet betaald, voegt u wel naar, ik heb een ponnetje in mijn zak zitten, maar ik weiger die om die te pakken. Ik bedoel, ik betaal extra voor die service en dan zou ik ook nog eens een keer helemaal moeten gaan zitten bewijzen, die flauwekul, die onzin. Ik heb daar 10 minuten gestaan daarboven.
En we betalen om die wachtrij te skippen om direct in te stappen. Niet om daar nog eens een keer kwartier te gaan discussiëren over van alles. Daar betalen we niet voor. Maar wat een park, mensen. Park Astrid, echt. We zijn terug bij Tonnerre de Zeus 2. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben hier een klein stukje retracked. En nieuwe treinen staan erop. Als je hem vooruit wil doen, moet je gewoon daar aansluiten of de normale wachtrij, maar wij gaan achteruit. En dat is hier. Voor maar liefst 16 euro. Weet je hoeveel keer je daar op een kermis kan draaien? We gaan maar eens nadenken. Nou, welkom allemaal op de Tonnerre de Zeus. Hij is dus aangepast, we hebben een deel retracking gehad. Er zitten nieuwe treinen op. En de laatste rij staat dus achteruit waar wij nu in zitten. Dus we gaan achteruit, gaan wij naar boven. En een prachtig zicht op de baan. Kijk hier, dit stuk is weer opnieuw geretracked. Zoals je ziet hebben ze ook een beetje de baan daar gebogen. Ze hebben ook de baan iets aangepast. Daar zit een heel stuk nieuw retracking nieuw in. Ah, mooi, hè? Yes. Oh, maar hij is er al gebouwd. Genieten, hè? Nee. Oh, we zijn al boven. Die bocht. Niet? Ja. Oh my god. Ja. Ben je serieus? Ja, hij zat de hele tijd al hier. Oh. Dus die moeten we gaan zoeken. Nou ja, first things first. De baan is wel goed hoor, achteruit. Is wel een intense rit dit hoor. Alleen het ene knikje was niet zo goed, maar die nieuwe aangepaste baandelen. Zo zie je dat je één keer op de zijkant geteeld wordt. Super. Het treintje zat goed. Alleen mijn telefoon. Ja, normaal gezien verlies ik nooit wat onderweg. Maar die beugels van deze treinen zijn wat krapper, wat kleiner. Dus ik had mijn telefoon iets omhoog gedaan. En die zat hier zo tegen die beugel. Ik denk, ja, als het schermpje breekt, doe ik hem iets omhoog. Maar dan ligt hij een beetje op die beugel. De telefoon gaat wiebelen en valt eruit. Nou, de ironie is dan wel dat ik hem naar boven duwde, zodat hij niet kapot ging tijdens de rit, want hij zou barsten. En ben ik hem helemaal kwijt. Ze gaan de attractie niet stilleggen. Ik heb er natuurlijk wel naar gevraagd, maar dat gaan ze uiteraard niet doen. Ze gaan morgenochtend gaan ze zoeken. Tenminste, dan gaan ze langs de baan kijken of er voorwerpen verloren zijn. Ik was niet de enige. Dan gaan ze langs de baan kijken, maar ga er maar vanuit. Dat zoeken we nu eens even met 1,5 oog. Want kan hun of verrotten of een telefoontje verloren is of niet. Ja, voor mij is het wel even extra kut, want alles zat in die telefoon. Dus ik heb nou geen telefoon meer. Inclusief mijn nummer die ik kwijt ben. Ik ben alles kwijt, dus dat vind ik wel zonde. En ik ga er ook niet vanuit dat ik het terug ga vinden. Ik heb al gekeken of ik hier, wat daar is de wachtrij, of ik het daar kan kijken. Maar ja, niemand heeft natuurlijk een telefoon uit die attractie zien vallen. Hier en daar gevraagd aan de mensen, maar nee. Wat ik al zei, het is een kutdag. Het blijft een kutdag.
Kan ik je toch al gewaarschuwd om deze video niet te kijken? Wat een rip, man. Ach, zag je mijn koppijn? Niet normaal, hè. Wat had ik een pijn. Iedere keer als we naar beneden gingen, ja, ik heb nog steeds last van mijn rug en ik had nog geen medicatie op vandaag. Toen er een Zeus, die was ook weer, maar dat viel wel mee. Maar op een of andere manier zat ik ineens toch anders. Waardoor iedere keer die krachten op mijn rug kwamen. Dat is zeer, man. Oh, wat een rit. Het houdt niet op. Nee, niet vanzelf. Echt, word je er doodziek van. Ja, zoals je ziet kan Esther de app niet installeren. Hij geeft een foutmelding. Kunnen we weer naar de informatiebalie. Daar zijn we weer. Nou mensen, het is opgelost hoor. Kijk eens. We hebben nu de website in plaats van de app. En via een website kan je dan wel erin. Hé, hey, maar schijt aan Park Asterix, want zulke goede service krijgen we vandaag niet. Als je Asterix invoert, dat is zeg maar de moedersleutel. Kun je op elk account kan je inloggen. Dus iedereen gaat het nu proberen, maar ja, wat een park, hè, jongens. Nou, nog hier even melden dat de telefoon verloren is. Van een kastje naar de muur wordt je gestuurd. Nou ja, bij de attractie mag je niet zoeken, dat is logisch, die is in bedrijf. Moest je naar de informatiebalie, zijn we nu net geweest. Die zegt, ja, kom aan het einde van de dag terug. Maar misschien hebben ze het dan wel gevonden. Terwijl ze daar zeggen, ja, ze gaan niet zoeken, want als de attractie in bedrijf is, mogen we niet zoeken. Dus we weten eigenlijk al dat die niet gevonden gaat worden. Wat gaan we doen, Les? Naar huis. Nee, kom, zoek even nog een attractie. Kom. Gezellig. We gaan de bobbaan dan. Daarachterin zie je een achtbaantrek bovenuit steken. Dat wordt de nieuwe achtbaan, dat wordt de Trippelons. Die wordt hier gebouwd. Kijk, we vliegen over het bouwterrein heen. Hier onderaan zijn de remmen. Zoals je ziet, dat wordt een stationsgebouw. En zo ligt de baan er op dit moment bij. En ja, die is pas voor volgend jaar. Kijk, hier is nog meer track van die nieuwe baan. Maar waren je ingewanden, zei je? Hè? Waar waren je ingewanden? Nou, die liggen nu echt op de baan. Ik moet gewoon mijn lintje voor invullen, denk ik. Alle systemen, mensen. Het werkt voor geen meter. Maar in dit geval wel in ons voordeel. Toch, Es? Ja, zeker. We hebben nog een keertje. Maar ja, Pegasus kunnen we nog een keertje doen. Wat hebben we nog meer gedaan? Toen de zus kunnen we nog een keer doen. Ja, toen de zus kunnen nog een keer doen. Ja, kun je die andere telefoon verliezen. Ja. Maar ze strepen nergens af. Deze jongen vroeg er niet eens naar. Bij die andere werkt het systeem niet. Maar deze jongen vroeg er niet eens. Ga maar gewoon zitten. Die loopt via de uitgang. En ja, probeer het eens als je hier bent, zou ik zeggen. Loop gewoon een keertje via de uitgang. Zeg, joh, ik heb die app. We hebben de app er wel bij gepakt. Ja. Maar heb er niet naar gevraagd verder. Heb ook niet naar gekeken. Nee. Maar ik denk dat dit wat jij zegt. Gewoon wegwerken. Zoveel mogelijk. Ja, lijkt mij wel. Als personeel kan je een keer in discussie. En ja. Ja. Ik zou die discussie ook niet aangaan. Ik zou zeggen, ga maar zitten. Ja. En hoeveel mensen hebben de ballen? Ik zeg net tegen jullie, ga naar de uitgang. Maar hoeveel van jullie hebben de ballen om dat eens een keer uit te proberen? Ja. Ik denk niet veel. En hij controleert het toevallig niet. Heb ik misschien iemand anders die het wel controleert. Maar het hoort zich natuurlijk niet zo te gaan eigenlijk. Zoals het hier gaat. We zijn weer bij de Tonnen de Zeus. We gaan een keertje vooruit doen. Heb je je sleutels in de tas? Ja. Telefoon uit je broek? Ja. Heb je niet meer? Ik had hem nee uit je broek zaten. Heb ik. Ja? Alles. Heb je je verstand opgeborgen? Nee, ik ook verloren. Maar leek op een portemonnee. Shit, mijn portemonnee is weg. Ja, daar had het in de tas. Ligt het aan mij, Esther, of was die eerste ronde gewoon een stuk comfortabeler? Ja, deze vooruit was ruwer. Ik vond hem ook veel ruwer. Ja, die trein die stokte overal, stukte overal. Ja, ik weet het niet. Ik vond hem niet. Nee, ik vond hem achteruit vond ik hem prettiger. Ga je donderde over de baan, joh. Ja, letterlijk. Ja.
Ja, het zou er misschien mee te maken kunnen hebben dat de eerste ronde veel met die telefoon bezig was. Ja, maar ik niet, want ik had het niet door. Nee, ik vond het, ik weet niet. Ik vond die nieuwe elementen vind ik wel vet. Ze hebben wel echt een retracking gedaan. Gewoon echt complete andere rails. Niet helemaal natuurlijk, maar die hele bocht hebben ze helemaal op zijn kant gezet. Zoals Precoast International dat heeft met die acht banen. Zoals dat een team bijvoorbeeld ook heeft. Ja, dat vind ik toch wel vet. Dat vind ik echt mooi gedaan. Die tunnel vind ik een leuke toevoeging tot de baan met rookeffecten die ook werken en lichteffecten. Het is een mooie lange baan. Het is natuurlijk een oud beestje. Ik bedoel, je kunt hier en daar wel een beetje aanpassen, maar het blijft wel een oud beestje. Dus dat hij zo heel soepel gaat lopen als een Great Coast International, zoals Joris en de Draak, Troy. Dat hoef je denk ik ook niet te verwachten. Maar al met al hebben we toch genoten op deze baan. Tenminste, ik wel. Ik ook. Esther is weer aan de zuip, zoals je ziet. Ze moest weer een cocktailtje hebben. En jij niet zeker. Dus bij deze, proost. De werkplaats, er staat één treintje op de werkplaats. Dat betekent dat ze met twee treinen rijden nog vanavond. Maar als het goed is, gaan ze zometeen vuur beginnen. Dus we gaan richting het vuur. Nou mensen, dat viel me echt niet tegen. Het was echt een leuke show. Natuurlijk, het is geen Valencia of Italië met al die topshows daar. Maar voor een pretparkshow vond ik het voornamelijk leuk dat ze water combineerden met vuurwerk. En die lampen die er doorheen schenen, die spotlights, vond ik erg mooi. Ik zal jullie gewoon even wat stukjes laten zien van de vuurwerkshow. Het is net de Efteling zo, alleen dan met vuurwerk. Ja, verder is de dag toch nog heel leuk geworden. We hebben toch een aantal keer Tonnen en Zeus kunnen doen. We hebben ons Iris kunnen doen een aantal keer, stuk of vier keer die Pegasus. Die bobbaan was helemaal de limit, kwamen we daar aan via die speciale wachtrij. Ja, wij weer met onze app, nou die deed het natuurlijk weer niet. En lopen we door. En later, 10 minuten later kwamen we terug, stond er iemand anders. We komen aanlopen, die vraagt niet eens naar die app, ga maar zitten, zegt hij. Dus als je eens een keer hier bent, mensen, probeert gewoon uit, gewoon via de Fastpass Lane naar binnen te gaan en je kan gewoon gaan zitten, ze gaan nergens naar, joh. Dus dankzij de medewerkers is hier wel een succesvolle dag geworden. Moet ik wel zeggen, toen het allemaal gebeurde, bedacht ik me wel de andere keer toen we hier waren. Dat was vorig jaar. Ja. Toen zat jij nog in de rolstoel, had je de rolstoel ingeslagen. Toen waren ze ook niet zo streng met dat beleid. Wel zeg maar vooraan de kassen, de informatiebalie, maar personeel zelf, dat boeit ze eigenlijk niet zo. Dus dankzij het personeel hebben we toch een hele mooie dag hier kunnen beleven. We hebben meer kunnen doen dan we ooit hadden gedacht en verwacht. Ik verwacht van jou dat je wel weer de volgende keer gaat kijken. Dus ik zou zeggen, tot dan. Het zijn alweer in het pretpark, Rodebaan, kermis of weet ik van waar. Tot dan weer. Hoi hè. Hoi.